Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Vandaag is het 16 maart. Dat betekent dat mijn verjaardag is. Normaal gezien ging ik vandaag een streampje doen. Maar ik heb vandaag dus besloten om geen streampje te doen. En gewoon een video te uploaden op mijn verjaardag. Dus sorry voor de inconvenience dat ik niet ga streamen. Ik ga wel een livestreampje doen op TikTok. Dat ga ik wel doen. Maar het is gewoon mijn verjaardag vandaag. En ik wou gewoon eventjes een standaard video uploaden. Geen stream. Want ik heb niet echt zoveel zin om te streamen vandaag op deze mooie dag. Dus ja, ik wou niet streamen op deze dag. Omdat ik zoiets had van... als ik ga streamen, dan heb ik toch... dan heb ik minder interactie met mijn kijkers op YouTube. Ik heb sowieso ben ik een kijker op YouTube die naar mijn stream komen zien. Dus daarom ga ik wel livestreamen op TikTok van 2:30 tot 4. Deze video komt uitzonderlijk om 11 of 12 uur online. Dus dit is eigenlijk zo'n beetje een update video dat ik toch niet ga streamen en gewoon eventjes mijn verjaardag video. Eventjes zie dat ik jarig ben en dus deze video komt uitzonderlijk vandaag op donderdag om 12 uur online. Normaal gezien is mijn upload uur altijd 7 uur, maar nu ga ik 7 uur vroeg doen, dus om 12 uur 's middags komt deze video online. Na het editen ga ik die direct online gooien, dat hij om 12 uur online komt. Dus het is nu 9 uur, ik hoop dat ik die geëdit krijg tegen 12 uur. Maar het zal wel, ik ga die editen met Sony Vegas. Of met de andere DaVinci Resolve 18. Maar daarmee ga ik die editen, denk ik. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe gloedje, nieuwe video. En mijn naam is Altijn. Ik zie jullie graag terug morgen bij een nieuwe video. Morgen is de laatste update over de MacBook. En zaterdag ga ik die dus unboxen. En dinsdag komt die video online. Van de MacBook unboxing. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Natte Dylan. En ik zie jullie graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat morgen zijn. De laatste update over de MacBook. Bye bye!